kijkers van me. Ik heb Bitawiri hier. Zie je, bitterblad. Die ben ik aan het schoonmaken. En ik heb in water een beetje zout gezet. Dan ga ik mijn Bitawiri schoonmaken. En dan ga ik dat straks koken. Lekker. Laat ik jullie zien hoe ik dat doe. Kijk, als je groenten was in zout water, blijft het heel goed en knapperig. Dan ga ik hem straks goed schoonmaken en wassen. Dan ga ik hem snijden in kleine reepjes, weet je, stukjes, fijn maken. Ja, Bitawiri is lekker hoor. Ja, dit is niet van Suriname, Bitawiri van Nederland. Dus die van Suriname is echt bitter.